Nou ja, het komt eigenlijk een beetje voort uit de winkel. Ik heb nu 3 jaar, denk ik, deze winkel, iets ruim. En in de tussentijd heb ik heel wat dingen ontworpen. En daarom komt er in oktober een boek uit met alle patronen, ontwerpen die er in de afgelopen jaren zijn uitgekomen. En is het een eenmalig iets of ga je dit vaker doen? Voor nu is het een eenmalig iets, ja. Want het is echt heel erg veel werk. En dit is echt wel 3 jaar werk wat erin zit als je het allemaal bij elkaar rekent. En wie weet, over een paar jaar weer komt er een deel 2, het zou kunnen. Jij maakt je ontwerpen helemaal zelf? Of? Ja, van begin tot eind. En ik maak ze ook allemaal zelf, ik haak het ook allemaal zelf. En daarna kunnen de mensen het als een soort bouwpakketje aanschaffen, zeg maar, op internet of in de winkel. En hoe kom je nou op zo'n idee van om iets te gaan ontwerpen? Dat is meer dat ik dacht, dit of dit is er nog niet. En het is ook gewoon heel erg leuk om te doen. En ook leuk om te zien als mensen iets af hebben en ze hebben het aan. En dan ben ik wel trots als ik denk, oh, dat staat toch best wel heel erg leuk.